Goedenavond en welkom bij Hoi. Vanavond een speciale uitzending over afval. Hoe scheiden we het afval in onze gemeente Hellendoorn? Bij mij aan tafel Gerard Onk, beleidsmedewerker afval. Welkom. Dank je. Ja, Gerard, laat ik maar meteen met de deur in huis vallen. Waarom moeten we afval scheiden? Ja, omdat wij naar een afvalloze samenleving willen in de gemeente Hellendoorn. En het college van BMW van de gemeente Hellendoorn heeft de ambitie uitgesproken in 2012... dat zij in 2030 een afvalloos Hellendoorn willen hebben. Afvalloos? Ja, dat betekent dus eigenlijk dat de restcontainer dan er niet meer zou moeten zijn. Dus alles wat nu nog in de restcontainer zit aan herbruikbare spullen, afvalstromen, die zouden dan eigenlijk apart ingeleverd moeten worden. Ja. En dat is ook waar we mee begonnen zijn, een beetje van, dat we in 2016 eigenlijk al hebben gezegd van, ja, de hoeveelheid papier die nog in de restcontainer zit, is best wel veel. Ja. Laten we proberen om de mensen het makkelijker te maken. En laten ze een container geven, dat ze aan huis hun papier daar al in kunnen doen. En dan kunnen we die containers ophalen. En vanaf dat moment zien wij eigenlijk dat in die restcontainer bijna geen papier meer zit. Nee, want ik ben ook inwoner van deze gemeente. Ja. En ik vind het af en toe best ingewikkeld. Is het ook. Ja, toch? Ja. Mag ik wel zeggen. Ja. We hebben een bak met een blauwe deksel, een oranje deksel. We hebben een grijze bak en we hebben een groene bak. Daar moet allemaal het afval gescheiden in. En dat wat niet in die containers kan, dat kun je brengen naar een afvalbrengpunt. Ja, en we hebben ook nog voor de inwoners dat ze zeggen van textiel kun je apart wegbrengen, ja, of glas. Daar hebben we nog speciaal containers staan, met name bij winkelcentra, waar dan ook die spullen naartoe gebracht kunnen worden. Ja. Dus elk moment dat je er vanaf wilt thuis, ja, en denkt van ik wil van het textiel af, dan zou je dat daar naartoe kunnen brengen. Ja. En dat kan mooi samen met je boodschappen doen, dus dan is het ook één. En een afvalbrengpunt inderdaad. Ja, het afvalbrengpunt, ABP. Hè. We hebben afgesproken dat we zo weinig mogelijk afkortingen gaan gebruiken om het wat duidelijker te maken. Afvalbrengpunt, ABP. Ja. Niet altijd eenvoudig dus. In onze gemeente hebben jullie de familie Helder geïntroduceerd. Ja. Die vrachtwagens die rijden allemaal rond met de familie Helder. Doelende op de vier bakken, hè, de vier kinderen. Wij hebben onze collega Martijn Rutgers, die ook af en toe Hoi Centraal presenteert, gevraagd of hij op stap wilde gaan en als meneer Helder en onze burgers eens wilde vragen hoe zij het gaan doen. Zullen we daar eens naar gaan kijken? Ja, leuk. Ja, Yvonne, voor mij is het al niet meer helder. Een blikje, moet dat bij het plastic of een pizzadoos? Ja, ik zou zeggen, dat ding is van karton, dus bij het papier. Ja, als het voor mij al niet meer helder is, dan is het denk ik voor onze mensen in de gemeente helemaal niet meer duidelijk. Dus ik ga vandaag eens in de huid kruipen van meneer Helder om uit te zoeken hoe wij in onze gemeente afval scheiden. Wat lekker. Ja, om een beetje helder te krijgen hoe mensen thuis hun afval inzamelen, gaan we gewoon even random kijken bij mensen hoe ze thuis inzamelen. De bel is al heel biologisch. Hopen dat ze thuis zijn. Goedendag. Goedemorgen. Meneer Helder hier, we zijn even benieuwd, hoe zamelt u afval in? Ja, gescheiden hè. Mogen we een kijkje nemen in de keuken? Ja, ja zeker. Ja, uiteraard. Gewoon op z'n Twentse hem achterom? Ja, loop hem achterom. Wie loopt hem achterom? Wie loopt hem achterom? Snel de keuken in. Clemens staat inmiddels bij in de keuken. Mooi dat we even een kijkje mochten nemen. Hoe scheiden we hier afval? Ja, wat we kunnen scheiden, doen we zoveel mogelijk gescheiden inzamelen. Ja. Ja, dus de plastic. Zo, laten we beginnen bij plastic. Meeste plastic afval, waar laat je dat hier in zo'n... met alle respect wel kleinere keuken? Ja, de keuken is niet al te groot, maar we hebben hier dan de plastic. En het is een beetje efficiënt indelen. Ja. We hebben hier voorheen hadden we hier de restafval. Maar goed, we hebben nu tegenwoordig gewoon meer plastic, dus we hebben wat omgeruild. Ja. We hebben dus hier de plastic, wat voorheen de rest was. Helder, en dan hebben we natuurlijk de rest. Ja, dan hebben we hier een kastje, een laadje. Oh, het gelijm, een laadje. Eentje voor het oud papier en de restafval. Dat hebben we dan hier. En de groen is natuurlijk ook belangrijk. Ja, zoals de koffiepetjes en schillen van bananen en dergelijke doen we hierin. Dat doe je hierin, maar die leeg je elke dag? Ja, in principe leeg ik die elke dag even en dan de container we daar staan. Zullen we eens wegbrengen? Eens kijken waar je de grote bakken hebt staan, want dat is natuurlijk het grootste ding. Waar laat je al die grote bakken? Inmiddels zijn we vanuit de keuken naar de schuur. Ja, de keuken was al wat klein en de bakjes zijn ook klein, maar dan moet je naar de grote bakjes toe. Die staan hier. Ja. Hier gaat dan... De groene, de GFT, kijk, de bananenschillen, de mandarijnschillen, koffiepetjes, die doen we hierin gooien. Dus de GFT,
En die wordt in één keer in de twee weken gelegd. Heb je hem in één keer in de twee weken echt vol zitten? Of zeg je van nou, dat mag ook wel één keer in de maand? Of... Ja, het ligt een beetje aan een periode. Kijk, zoals in de winter heb je ruim genoeg aan. En als er wat blad is, dan kan het. Maar wij met onze tuin kunnen we prima redden in één keer in de twee weken. Ja. En wat vindt u van die vier containers bij het huis? Ja, nou, wij hebben hier wel de ruimte. Dus wij, voor ons is dat geen probleem. Nee. We hebben wel eens uit het zicht staan. Kijk, we vinden het niet mooi dat hij in het zicht staat. Dus we hebben ze binnen staan. Maar goed, als je wat kleiner woont, dan kan het natuurlijk wat problemen geven. Hier is het op zich helder, maar hoe doen ze dat inderdaad bij de hoogbouw in Nijverdal? Terwijl, ja, we zeggen het al, hier staat het schuurtje vrij vol. Maar als je een balkonnetje hebt, kun je ze helemaal niet kwijt. Wij gaan even op zoek naar het hoogste gebouw van Nijverdal. Kijken of mensen thuis zijn, kijken hoe ze bij de hoogbouw scheiden. Goeiedag. Goeiedag. Mogen we even kijken hoe je afval scheidt? Ja, zeker. Kom binnen. Nou, kom binnen. René, we staan inmiddels bij jou in de keuken. Je hebt een klein balkon, althans het is wel groot genoeg, maar om daar vier bakken neer te zetten wordt lastig. Hoe doe je het hier scheiden? Dus door de week is het gewoon het kleine spul een beetje scheiden in wat kleine bakken. Ja. En dat ik het hier goed kwijt kan. En vervolgens hebben we in de kelder een containerruimte. Mogen we eens even kijken waar je bakken hebt staan? Dan ben ik wel even benieuwd naar hoe je dat hier hebt. Je hebt er een, ik heb het eerste bakje daar onder de bank staan. Ja, daar zit in? Daar zit voor het papier, dus de krantjes die verdwijnen daarin. Hoe vaak moet je die leeg ongeveer? Eén keer in de week ongeveer. Okay. Ja. En de rest dan? Want je hebt er nog plastic, je restafval en waar laat je dat? Ja, plastic, het restafval en de lege flesjes bier. Dat is het belangrijkste natuurlijk. Ja, juist. Oh ja. En dat breng je dan als het hier vol is, gewoon naar beneden toe? Precies, dus op het moment dat die bakjes vol raken, dan gaan ze naar de grote bakken beneden. Zullen we daar eens even gaan kijken beneden? Ja, gaan we doen. René, we waren net boven bij je, hebben gezien hoe jij thuis scheidt en dan? Wat ga je dan doen? Ja. Want je kunt niet al die bakken kwijt op je balkon, die prullenbak. Nee, dus op het moment dat ik het thuis heb gescheiden, dan ga je het hier in die bakken gooien. Dus we hebben een bak voor het papier, een bak voor het PMD en een bak voor het restafval. En vervolgens moeten die bakken dus wel een keertje naar buiten toe. Ja, wanneer doe je dat dan? Moet je ze ook elke week zelf buiten zetten dan nog? Nee, dat is wel een luxe hier. We hoeven het maar één keer in het jaar te doen. Daarvoor hebben we een schemaatje. En iedere inwoner die is één keer per jaar aan de beurt. We hebben daar het schema opgeplakt. En dan kan iedereen zien wanneer die aan de beurt is. En dan mag je het even één keer per jaar mag je het buiten zetten en weer naar binnen halen. En dan... Moet je niet vergeten, hè? Want dan maak je geen vrienden, denk je, of wel? Nee, dan val je het wel een beetje af hier. Ja, en terwijl dat René zijn jaarlijkse bakje buiten zet, is voor ons eens tijd om te gaan kijken hoe ze dat bij een basisschool doen. Kijk, het afval scheiden, wij weten misschien wel hoe het moet. Maar ja, de jeugd die moet toch opgeleid worden hoe ze het afval echt gaan inzamelen. En om dat beter uit te zoeken, ga ik gewoon even random een school binnenlopen om te kijken hoe wordt de jeugd opgeleid voor het scheiden van afval. Nou, we zijn gewoon random de school de Peppel heen gelopen. Volgens mij hebben we hier groep 7 en groep 8. En ik ga eens even kijken wat hun van afval scheiden. Goedemorgen! Kijk, ze zijn al allemaal wakker. Hier zit iemand al druk achter zijn laptopje. Even een kleine vraag. Hoe scheiden jullie eigenlijk afval op school? Hoe doen jullie dat? Wij hebben vier bakken. De papier, plastic, groen en de rest. En daar scheiden wij elke dag mee wat we hebben. Wat je weggooit. En als we dan eens even kijken. Ik loop even verder lokaal in. Hier zitten allemaal mensen druk aan het werk. Komen gewoon binnenlopen. Sorry juf, dat we de les even verstoren. Hier zitten dames ook even druk aan het kleur. Als ik bijvoorbeeld zeg die potlood die je in de handen hebt, welke bak moet die? Ik denk in de restafval. Ja? Ja. En waarom denk je dat? Omdat ik denk dat je niet goed kan scheiden in de plastic. Dat heb je helemaal goed. En als ik zeg bijvoorbeeld een balpen dan? Zelf doe ik dat meestal in de plastic of... Ja, verder weet ik het zelf nooit zo lekker doet. Ja, plastic zou inderdaad kunnen. En we gaan het even iets moeilijker maken. Jij zit er ook, als ik zeg, zo'n yogi-pak. Waar zou die in moeten? Ik denk in een plastic bak, omdat de binnenkant wel van plastic is. Dat heb je heel goed. Dat is echt een hele belangrijke plastic inderdaad. Daar hoort hij in volgens mij, omdat er inderdaad ook een plastic dop op zit. En er zit iets bijzonders in. En als je bijvoorbeeld thuis een mooie tekening hebt gemaakt en die wil je weggooien? In een papierbak. Ja? Ja. En ik begreep dat jullie ook hele mooie koelkasten hebben, waar jullie fruit en zo in gekoeld staat. Stel, je hebt een appel gegeten en je kan hem niet helemaal op. Waar gooi ik hem dan in? In die... ik weet niet hoe die heet. In de groenbak, hè? Maar hoe hebben jullie dat eigenlijk geleerd, het afval scheiden? Leer je dat in groep 1 al hier? Of? Nee, we hebben het een tijdje geleden gekregen. En toen hadden we volgens mij ook een uitleg erbij gekregen wat je allemaal moest doen. En thuis gaan jullie, neem ik aan, ook gewoon afval? Ja, daar hebben we ook heel veel bakken. Dus. Oké, helder. En geef juf daar ook nog wel eens les in? Als je denkt van shit, ik weet niet waar het in moet. Ja, ze heeft het wel gedaan, maar niet meer zo vaak. Want dan weet ze zelf wel heel goed waar het nu in moet. Oké. Ja,
verander de wereld en begin bij de toekomst. Of de toekomst ligt bij de jeugd, bedoel ik. En verander de wereld en begin bij jezelf. Die kinderen die krijgen het met de paplepel ingegoten. Ja. Voor hun is het eigenlijk geen vraag waar het in moet. Dat zag je heel makkelijk. Ja. Ik denk voor de ouderen, de gezinnen en zeker ook de ouderen in onze samenleving, die zullen het best nog wel eens lastig vinden. Ik moet je eerlijk zeggen, Gerard, ik heb thuis wel eens discussie. Ja, nou, wij krijgen ook veel telefoontjes. Ja. Van mensen die zeggen van ik heb nu iets van wat mag dat in de plastic container of moet dat bij het restafval? Ja. En soms is het ook heel lastig, want vaak zie je dan dat een chipzak is bijvoorbeeld zoiets dat iedereen denkt, dat kan gewoon in de plastic container. Ja. Nou, dat is dus niet zo, omdat het uit twee componenten bestaat. En uiteindelijk wil je er weer een nieuw product van maken en als er twee verschillende componenten aan elkaar vastzitten, dan lukt dat dus niet. Nee. Dus het is restafval, hoe raar het ook klinkt. Ja. Staat het eigenlijk op een verpakkingszak van de chips? Wordt wel steeds meer aangegeven, maar dat het echt plastic is. Want het vreemde is ook een beetje van, we zijn ooit begonnen dat de verpakkende industrie zei van, we voelen ons ook verplicht om wat we op de markt brengen weer terug te nemen. Dus de verpakkende industrie zei van, willen de inzamelaars niet de verpakkingsmateriaal voor ons inzamelen? Ja. Dus het is niet eens plastic wat we dan moeten inzamelen van de verpakkende industrie, maar het is gewoon verpakkingsmateriaal. Dus dat betekent eigenlijk dat heel veel plastic afvalt. Ja. Alleen dat is voor de burger bijna niet uit te leggen. Nee. Van wat dan wel en wat dan niet. Nee. Ik moet je eerlijk zeggen. Kijk, een cd-rekje is natuurlijk een beetje vreemd. Dat hoort niet in een plastic container. Nee. Maar we komen het wel tegen. En ook tuinstoelen die er niet in horen. Dat is eigenlijk allemaal harde plastic. En de recyclaar die kan er ook helemaal niks mee. We gaan het in een uitzending na de zomervakantie nog hebben over het recyclen. En dan wordt ook nog duidelijker, hoop ik, waarom het zo belangrijk is dat het echt goed gescheiden wordt. Want in het voorgesprek gaf je aan, als er een container wordt aangeboden waarin materiaal zit wat niet daarin hoort, dan heeft dat consequenties. Ja, dan wordt het als een hele grote vracht wordt het naar de verwerker of de sorteerder, want plastic moet nog weer uit elkaar gehaald worden om het überhaupt te kunnen verwerken. En als daar te veel verontreiniging in zit van tuinstoelen of restafval zien we het ook al in, van alles wordt er soms ingegooid, dan wordt zo'n partij afgekeurd en dan praat je over 10, 12 ton. En dat wordt dan vervolgens gestort in plaats van dat het gerecycled wordt. Nou, dat is eigenlijk zonde, want dat is en weggegooid geld. Wij krijgen van de verpakkende industrie de vergoeding niet, want we hebben het niet ingezameld. Nee. Het is niet bij hun aangeboden. Dus het is wel heel belangrijk dat mensen het goede in de goede container gooien. Ja. En met papier gaat dat goed, met GFT gaat het ook redelijk goed. Glas plastic, ook. Glas is geen probleem. Nee. Dat hebben mensen al zo lang gedaan. Nee. We zien ook de opbrengsten nemen ook niet toe, nemen ook niet af. Nee. Blijft gewoon altijd zo rond. Daar zijn we natuurlijk mee begonnen, hè, met glas en plastic en papier. Ja, en textiel werd natuurlijk altijd al ingezameld. Want vroeger, toen er nog een vuilnisbelt was, want daar ging het in eerste instantie het afval naartoe. Toen hadden we zelfs nog vergunningen dat iemand voor 100 gulden een heel jaar lang de textiel van de vuilnisstort af mocht halen. Ja, vroeger had je de lompenboer. Ja. Ja, die is niet meer. die meneer Helder, van de familie Helder, die ging ook op pad met een vuilniswagen om te kijken hoe we de containers aan de weg moeten zetten en hoe het afval wordt gescheiden in appartementencomplexen en op scholen. We zitten bij jou in de vrachtwagen. Mensen hebben thuis het afval gescheiden en dan ga je het ophalen. Allereerst, wanneer haal je het spul eigenlijk op? Wij halen het 5 dagen in de week aan bij huisvuil op. Wat is je grootste irritatie als het gaat om vuil ophalen? Want dat de containers niet op de juiste manier aan de weg staan. Wat is voor jou de ideale setting hoe wij het neer moeten zetten? 2x2. 2x2. En hoeveel ruimte moeten we ertussen laten? Stoeptegel is vaak, vaak voldoende. En wat is je grootste irritatie wat je tegenkomt als je op de vrachtwagen zit? Bakken die achter een auto staan, strak tegen een lantaarnpaal aanstaan, tegen hekjes, obstakels. Eigenlijk heb je aardig wel wat frustraties. We kunnen dagelijks wel aardig wat frustraties krijgen. Ja. Maar wij zijn nu voor om het te laten zien hoe het voor de mensen helder is om het wel neer te zetten. Wat mag het eigenlijk wel? Want we zien op de camera ook dat er heel veel ingegooid wordt. Plastic bijvoorbeeld. Wat voor gekke dingen kom je tegen wat mensen weggooien? Waarvan je zegt, dat mag er eigenlijk niet in. Wasmanden, kinderfietsjes en dat soort grote plastic attributen. Piepschuim, dat zijn allemaal dingen die niet in de PMD horen. Want ik zou eigenlijk denken, inderdaad, een plastic mand, die wasmand, die is van plastic, die moet bij plastic. Maar waar moet ik die dan laten? Dat valt gewoon onder restafval. Dus dat mag gewoon bij de restafval? Ja.
Hoe vaak zit je eigenlijk op de vrachtwagen in de week? Vaak wel de hele week. Als ik 's maandags op mijn zijlader begin, dan heb ik vaak de hele week wel zit ik wel op de zijlader. En wat is nou het mooiste van de hele dag op zo'n zijlader zitten? Je bent eigen baas, zal ik maar zeggen. Ik rij om 7:30 de poort uit en ik kan maar één ding doen. Maar wat is eigenlijk het verschil tussen, ja, ik snap een zijlader laat via zij en achter via achter, maar wat is eigenlijk het grootste verschil? Waarom zijn die twee mensen nog nodig die er achterop staan? Omdat we nog steeds hoogbouw, flats en punten nemen waar we grote containers staan. Ja, en dat is het ideaalste nog, dat je dat met een achterlader doet. En gaan ooit die achterladers er helemaal uit of denk je dat blijft toch wel? Dat denk ik wel dat dat blijft. Hoeveel van die bakken kun je eigenlijk meenemen op een ritje? Dat is heel verschillend. Bij PMD is dat minder als bij restafval. Bij restafval hebben we toch al gauw 10 ton naar de Mongelaan. Ja. En met PMD-fractie wil dat niet. Dat is, nou, dan mag je blijven in dat je 5 ton in de... Hoeveel bakken zijn er? Hoeveel containers ongeveer? Ik heb er nu 364 op de linkerkant gehad en 367 op de rechterkant. En als de vrachtwagen straks vol is, waar gaat het dan naartoe? Wij gaan naar het overlading op de industrieterrein. Daar zetten we de container af. En dan gaat van daaruit gaat verder op transport naar Hengelo heen of wat anders naartoe moet. En daar wordt het dan weer verbrand? Dan wordt het weer verwerkt. Okay. Vanaf wanneer mogen we eigenlijk de bak aan de weg zetten? De bak moet om 7:30 aan de weg staan. Ja, 7:30. Ik zet hem toch liever een dag eerder neer. En of dat mag, dat ga ik even vragen aan de BOA. Dan ga ik meteen eerst vrachtwagen uit, want het schommelt aardig hier. En ik word een beetje misselijk van. Dus op naar de BOA. Jos, we zaten net bij Freddy in de vrachtwagen. Hij gaf aan vanaf 7:30 mag je de bakken, moet hij er staan. Maar vanaf hoe laat mag ik hem dag ervoor er neerzetten? Je mag hem dus avonds vanaf 10:00 neerzetten, die bak. En dan wordt hij 's ochtends vanaf 7:30 kan hij geledigd worden. Ja, want sommigen vinden 10:00 laat. Ik begreep dat jullie bezig zijn om daar nog iets verruiming in te krijgen. Klopt, we zijn aan het kijken om die tijden te veranderen. Dat zit nu nog in de overlegfase. En daar zal wellicht in de loop van dit jaar uitsluitsel over komen. Ja, maar als ik hem eerder neerzet, dan heb ik gewoon een boete? Daar controleren we op, ja. En dan maak je dus kans op een boete. Ja. Waar controleer je nog meer op? Dat je denkt van, dat is echt een ergernis voor ons als handhaven qua afvalscheiding. Het aanbieden van het afval naast de blokcontainers. Dat is foutief aanbieden. Aanbieden bij een gezamenlijk inzamelmiddel. Daar zitten we ook vrij strak op. Daarnaast wordt er ook heel veel grof materiaal gedumpt. Eigenlijk naast de bak. Of in de bak zelf. Waardoor een ander dus niet meer gebruik kan maken van een inzamelmiddel. Ja. En als we niet goed scheiden, checken jullie ook nog op? Gaan jullie gewoon langs de weg en bakken los trekken? Of hoe? Klopt. Met name de GFT-bakken wordt vaak ook restafval in aangeboden. En dat willen we natuurlijk niet. En dat controleren we ook op. Okay. En ook daar geven we boetes voor. Een klein voorbeeldje bijvoorbeeld. Ik was laatst in de tuin bezig en een kokosmat. Ik denk, die is gemaakt van kokos. Dat zou ik bij het groen doen. Maar dan krijg je dan een boete al of mag dat niet? Dan heb je wel kans dat je een boete riskeert. Daar zit ook rubber en zo bij in. Het bestaat niet alleen uit kokos, maar het is samengesteld uit verschillende stoffen eigenlijk. Die je eigenlijk anders moet aanbieden als op die manier. Ik ga dat ding nog even heel snel uit de bakken halen. Ik ben hier klaar met de BOA. Wij gaan terug naar de studio. Ik ga niet mee. Tot zover. Ja, een kokosmat is restafval. Ja. Ja. Hoe kunnen we nou ervoor zorgen dat het duidelijker wordt bij twijfel wat je moet doen? Waar kan de burger dan terecht? Nou, dat is verschillend. We hebben een website waar heel veel informatie op staat. Hoe heet die website? Familie Helder? Nee, niet de Familie Helder. Volgens mij gewoon van de gemeente. Afval. Ja. Afval. Ja, en onder afval en dan kun je doorlinken en dan kom je gewoon de rubriek tegen die je zoekt. Okay. We zijn hem nog wel weer aan het verbeteren, dus dat is ook iets van wat elke keer toch weer gebeurt. De app, die op de telefoon, die heeft ook heel veel informatie. Ook ik moet je eerlijk zeggen, Gerard, ik wist dat niet. In ons vorige gesprek hebben we het daarover gehad. En ik heb de app op mijn telefoon gepakt, waar natuurlijk ik keurig melding krijg wanneer welke bak aan de weg moet. Maar ik wist niet dat je daar in die app ook kon vinden wat dan precies in welke bak moest. Nee, dat is heel jammer. Ja, dat is jammer. Dat is maar misschien goed om dat nu nog een keer te benadrukken. Ja, het is toch misschien toch wel een punt van aandacht, want dan misschien ben je dan niet de enige die dat niet weet. Nee. Dus we moeten toch eens een keer weer onder de aandacht brengen. Nee, ik heb bij de gemeente heb ik deze foldertjes gevonden. Ja. Heel klein. Pieter Peuterplein, is het een idee om op de containers stickers te maken en wat daarin moet?
Ja, we willen liever niet op de containers van alles plakken. Omdat we daar zoiets hebben van, ja, we gebruiken ze ook voor andere dingen. En vaak krijg je ze dan toch niet meer goed af. Nee. En eigenlijk de ondercontainer is altijd hetzelfde, is altijd grijs. Ja. En de deksel maakt eigenlijk dat je zegt van, nou, welke soort afvalstroom moet daarin? Of in de deksel, aan de binnenkant? Ja, dat zou dan nog kunnen. Ja. Maar op zich is de informatie natuurlijk... Vroeger hadden we de afvalkalender, die hebben we nog steeds wel. Maar dan hingen de mensen dat echt in het schuurtje. Die afvalkalender is er nog steeds? Hij zit nog steeds in de gemeentegids. Het is wel een beetje de vraag van, moeten we hem nog steeds maken? Want de doelgroep wordt wel steeds kleiner die daar gebruik van maakt. Denk je? Ik heb wel het idee, ja. Van, dat zijn toch, we hebben ook gezien met toen de afval-app uitkwam... dat we iets van 6600 aansluitingen hebben. Dus een afval-app. Dus dat betekent eigenlijk van dat meer dan de helft... Van de inwoners, heeft de afval-app van de gemeente Hellendoorn. Ja, ja. We zagen net even al dat plastic wat zo heel mooi vertraagd uit de container kwam. Nou, van de week natuurlijk toch een heel vervelend artikel in de krant. Voorkant, pagina, Tubantia, over de brand in Twents. Heeft dat consequenties voor ons, voor onze als inwoners? Nee, want ik was ook een beetje verrast over wat er in het artikel stond. Ja. Dat het GFT zou verbrand worden. Terwijl ik bij mezelf dacht van, goh, we hebben net vorig jaar nog een overeenkomst met Münster gemaakt. Ja. Waarin een soort deal was van dat het restafval van Münster, dat het naar Hengelo komt, naar Twents, en dat het daar verbrand wordt. En als een soort tegendeal, dat een deel van het GFT van de Twentse gemeenten naar Münster gaat. Dus volgens mij is er geen probleem. Misschien is het tijdelijk even een probleem, omdat het wel doorgaat. Ja. Maar ik kan me niet voorstellen dat dit gewoon gaat verbrand worden. Nee, want er stond iets in de krant van, nou ja, je kunt het nu wel thuis scheiden, maar het komt daar allemaal tijdelijk op één hoop. Maar dat is dus niet zo. Nee. Dat nee. is echt niet zo. Nee. Nou ja, dus de app geeft informatie over als je twijfelt. Op de website kun je het vinden, die wordt nog verder weer geüpdate. Er is een afvalkalender, die zit in je gemeentegids. Ja. En er zijn dit soort foldertjes die je kunt... Ik heb hem in mijn keukenlaar liggen. Dus bij twijfel denk ik van, ik moest toch in een andere bak. En het verandert natuurlijk ook elke keer weer. Ja. Want er komen natuurlijk allerlei nieuwe plastic materialen komt weer bij. Dus ja, we proberen hem wel elke keer weer up te daten. Okay. En bij twijfel kun je ook altijd nog bellen met de gemeente. Wat moet ik met mijn kokosmat? Bijvoorbeeld. Ja. En dan als of het goed is, kunnen ze dat vertellen. Ja, precies. Vooral doen, denk ik. Hè? Ja. Voorkomen dat het uit gemak of uit onwetendheid in de verkeerde bak terechtkomt. Wat schadelijk is voor iedereen. En uiteindelijk moeten wij als burger ook betalen voor ons afval. Dus hoe minder afval we hebben, hoe minder we hoeven te betalen. Dus het is een duidelijk voordeel. Ja. De volgende keer gaan we het hebben over wat er met dat afval allemaal gebeurt. Ja, leuk. En dat wordt weer een hele mooie uitzending. Ik denk dat we meneer Helder weer gaan vragen. Heel goed. Ja. Dankjewel, Gerard. Bedankt. Tot zover deze special over afvalscheiding, deel 1. Zoals gezegd, na de zomervakantie gaan we in 2 uitzendingen verder in op de recycling van afval. Wat gebeurt ermee en wat levert het op? En wat moeten we doen om het doel, zoals Gerard al aangaf, voor 2030 te behalen, namelijk Hellendoorn afvalloos? Op de app van de gemeente Hellendoorn en op de website Helder Hellendoorn kunt u alles nog eens nalezen over hoe u het afval moet scheiden. Ook deze uitzending wordt gedurende het hele weekend op de oneven uren herhaald. Of u kunt deze uitzending terugkijken via onze website hoimedia.com, uitzending gemist. Ik bedank mijn gast Gerard Oonk nogmaals voor je komst naar de studio om het nog eens even verder toe te lichten. Ik bedank u natuurlijk thuis voor het kijken en ik bedank meneer Helder speciaal voor het maken van die leuke interviews. Graag tot de volgende keer na de zomervakantie.